De rij voor de ingang van het Beekluspark was lang zaterdagavond. Zo'n 3000 mensen, groot en klein, wandelden door het kerstverhaal dat door vele vrijwilligers van samenwerkende kerken tot leven werd gebracht. Norberstad Enschede schoot de hulp met glazen potten. Inschrijven, net als 2000 jaar geleden bij de volkstelling. Vijf uit Almelo. Willy Boes mag naar binnen. En dan het pad met de 1000 lichtjes volgen. Langs de overvolle herberg. Ja, je bent nu bij de herberg. We zijn helemaal volgeboekt. Wat een drukte, hè? Iedereen is op reis voor de volkstelling. Ja, er was een jong stel. Ik heb ze doorgestuurd. We hadden gewoon geen plek meer. Je bedoelt dat meisje dat hoogzwanger was? Ja, hoogzwanger was zij. Maar ze kwamen ook van heel ver. Maar ja, we konden niks voor ze doen. Ik heb gezegd dat verderop nog wel een schuurtje op een stal is. Misschien dat ze daar een slaapplek kunnen vinden. En daar is het Engelenkoor. In excelsis Deo. En de herders. Een kindje geboren, gewikkeld in doeken en het ligt in een kribbe. En een boze koning Herodes met de drie wijzen uit het oosten. Kundigen uit het verre, verre oosten. En we zijn hier op een speciale missie. Een speciale missie, zegt u, en ik, koning Herodes, ik weet van niks. Wij komen voor de koning van de Joden. Die is net geboren. Ja, koning, wij hebben zijn ster aan het firmament gezien. En wij zijn hier om hem eer te bewijzen. En het is geweldig dat wij hier mogen zijn. De wijzen hebben die ene speciale ster gezien. Wilt u de redder ook zien? Ga dan op zoek naar de ster. Dat is dus de ster. Hier. En dan Maria, Jozef in de stal met de kribbe en het kerstkind, dik ingepakt natuurlijk en echt. Ik heb hier nog steeds genoeg. Aan het einde van de tocht is er warme chocolademelk, koffie, ranja, een kerstkransje en voor wie dat wil de Almeloze City Bijbel. Het koor Tribute zingt kerstliederen. Ja. Nieuw Testament. Lucas. Handelingen. Romeinen, Corinthiërs.